Nieuwmond Suriname heeft vanmorgen samen met het Elsje Vink Sanitair College, COFAP, het startsein gegeven voor een driedaagse training voor een gezonde levensstijl. De training wordt verzorgd om de ziektelast onder verpleegkundigen te voorkomen en of te beperken. Het thema van de training is aarzelingen op het gebied van gezonde levensstijl onder gezondheidswerkers aanpakken. Het doel van de training is het zorgsysteem in Suriname versterken, zodat deze in staat is om effectief te reageren op gezondheidscrisis en het voorkomen en beperken van chronische ziekten. Shirley Soma Sumter, directeur externe relaties Nieuwmond Suriname, zegt dat het bedrijf vorig jaar november is begonnen met programma's die onderdeel zijn van het Public-Private Partnership. Ik zie dat er heel veel stakeholders uit de gezondheidszorg participeren. Van medewerkers van verschillende ziekenhuizen. Ikeri, Paramaribo, AZP, Slans Hospitaal, Diakonesse Ziekenhuis, Marwina Ziekenhuis. Tot medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid zelf. De training wordt verzorgd door COFAP. En we zijn erg verheugd om te zien de professionaliteit die COFAP uitstraalt. In dit verband. We werken samen met een buitenlandse consultant, Crowd Agency, en samen met hun wordt dus dit programma uitgevoerd. Aan de participanten wordt inzicht verschaft in hoe een gedragsverandering voor een gezonde levensstijl te bewerkstelligen en ze uit te rusten met competenties om ook het gedrag van collega's op lange termijn te beïnvloeden, zegt COFAP-directeur Anshel Walelei Kumbangsila. Niet alleen een gezonde levensstijl komt aan de orde, maar ook alles daaromheen. Het is een trainde trainer waarin we verschillende onderwerpen die van belang zijn voor een gezonde levensstijl aan de orde brengen. Ik noem een paar onderwerpen, roken, beweging, alcohol, misbruik, maar ook balanceren. We praten ook over verslavingen. Het is erg divers, maar ook hoe breng je balans in je leven. Preventie en met name vaccineren komt ook aan de orde. Sport komt aan de orde, maar ook bijvoorbeeld rust en slaap. Dus alle onderwerpen eigenlijk die van belang zijn om een gezonde leefstijl op na te houden, komen aan de orde. We geven ze ook een stukje kennisoverdrachten mee, omdat de mensen die terug zullen gaan naar hun instellingen ook zelf trainingen zullen moeten verzorgen binnen hun instellingen, zodat meer gezondheidswerkers een healthy lifestyle kunnen op nahouden. Het Public-Private Partnership programma van Nieuwmond Suriname eindigt op 30 november 2023. Morgen woensdag 30 augustus is de laatste dag van deze COFAP-training.